alsof het 2012 was. Wat leuk dat Marieke hier was. En we gaan het nog hebben over de cursus bij Meer Radio. Want wij leiden scholieren op en we maken een cursus of een workshop. Om de zoveel tijd is dat. En degene die daar verantwoordelijk voor zijn, dat zijn Maureen Potirou, die je net al hoorde. En Bram van Uggelen, beide welkom. Goedemiddag, Erik. Hallo, Erik. Wat een feest, hè? De confetti wordt as we speak opgestofzuigd of gezogen. Hey, jullie leiden Haarlemmermeerse basisschoolleerlingen op. En dat doen jullie met een workshop. Hoe is dat zo tot stand gekomen, Bram? Ja, dat is de workshop Maak Nieuws bij Meer Radio voor de basisscholen. Een initiatief van Meer Radio zelf in samenwerking met PIRK. En inmiddels in het derde seizoen. Oké, en dat levert tientallen talenten op die aan de slag gaan. Wat leren jullie? Hen? De cursus is bedoeld als een snuffel kennismaking met media, met mainstream media. Deze leeftijd is natuurlijk allemaal social media. En ze gaan kijken hoe dat allemaal werkt op een echt mediastation. Oké, de omroep die wij zijn en ze gaan aan de slag met nieuwsberichten. Maar tegenwoordig ook veel nepnieuws, hè Maureen? Dat klopt. Ja, en daar richten jullie je ook op een beetje. Ja, dat doen we ook, maar dat is een andere workshop. Dat is de workshop Nieuws is Nieuws. En die is bedoeld voor klas 1 en 2 van de middelbare school. Ja, dus, voortgezet onderwijs. Ja, dus daar zit het onderscheid. Ja. Wat geven jullie de kinderen zoal mee qua boodschap? Voor Nieuws is Nieuws geven we vooral mee dat als je op social media actief bent, wees je bewust van de gevolgen daarvan. En wees je ook bewust van dat je op social media onder andere, maar ook in andere vormen, in andere media, nepnieuws kan tegenkomen. En dat het ontzettend belangrijk is om je bron te checken. En dat nepnieuws, een nepnieuwsbericht, zomaar kan verworden tot cyberpest. Ja, daar heb ik op dit moment bij Meer Radio niet zo heel veel last van, want wij leveren natuurlijk betrouwbaar nieuws. Hè? Maar tegenwoordig, de jeugd zit op internet, de jeugd vlogt wat af. Wat is nou een belangrijke tip, bijvoorbeeld Bram, die je de jeugd mee kan geven? Nou, wat we leren in de workshop Nieuws is Nieuws toch, is dat we laten zien hoe op een echt mediastation nieuws gecheckt wordt. Dat er een redactie is die persberichten ontvangt en nieuwtjes opdoet, ja. Maar ook nagaat of dat klopt. Dus bronnen gaat checken en nagaat of datgene wat hen aan nieuws wordt aangeboden ook echt waar is en geen nepnieuws is. Ja. En we zeggen dan vervolgens tegen de leerlingen, jij moet eigenlijk je eigen redactie zijn. Hè? Als jij nieuws via social media binnenkrijgt, ga niet daar zomaar wat mee doen. Ga dat niet verspreiden of geloof niet zomaar dat het waar is, maar check je bron. Ja, van meerdere kanten dus de zaken ook een beetje bekijken. Hè? Dat is denk ik de boodschap. Ja, dat is zeker de boodschap en je realiseren dat alles wat je hoort wel of niet waar kan zijn. En dat je er ook wel of niet iets mee kunt doen. Je kunt blind allerlei berichten doorsturen natuurlijk. Maar je kunt ook zeggen, hey, wacht eventjes, ik ga even op de rem staan. Want wat ga ik daarmee aanrichten? Ja, honderden kinderen hebben dit inmiddels al gedaan. Hè, want we zijn al een jaar of drie hiermee bezig. Dat klopt. Is dit ook bij de gemeente een beetje binnengekomen? Want wethouder Marja Ruigrok die was hier namens de gemeente om zo'n scholenprijs uit te reiken. Belangrijk, heb ik nog niet gevraagd, wie heeft er eigenlijk gewonnen? Ja, de winnaar van de Zilveren Meer Radio Microfoon 2018-2019 is geworden Openbare Basisschool De Zwanenbloem uit Zwaanshoek. Die hebben de eerste prijs gewonnen. Er was een tweede prijs ook nog voor Kopklas Amsterdam, locatie Eiburg College. En dat zijn eigenlijk de winnaars van vandaag. Ja, want het gaat ondertussen verder dan Haarlemmermeer alleen. Dat klopt. Als er scholen op dit moment luisteren die zo'n workshop willen boeken, hoe kunnen ze dat het beste doen? Scholen in Haarlemmermeer die kunnen boeken via kunst en cultuur op school.nl en via PIRK. Dat geldt voor de basisscholen. De middelbare scholen kunnen boeken via PIRK. En scholen buiten Haarlemmermeer, dus bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook daarbuiten, die bij Meer Radio een van de beide workshops willen volgen, die kunnen een mailtje sturen aan Meer Radio. Dat is info@meerradio.nl. En als je denkt over talent te beschikken, dan kun je ook gewoon hier een keertje binnenstappen. En dan zijn er mogelijkheden genoeg om hier aan de slag te gaan. Bram en Maureen, dankjewel.